De houtkap in Suriname is sinds 2016 duurzamer geworden. Minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu zei dit afgelopen donderdag op een regeringspersconferentie. Onder leiding van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, is beleid ontwikkeld om die impact op het klimaat te verminderen. Elke gekapte boom stoot zuurstof uit en beïnvloedt onze carbonsink van 13,1 gigaton, aldus de minister. Daarom wordt nu volgens kapplannen gewerkt met focus op het kappen van alleen rijpe bomen en het minimaliseren van schade aan omliggende bomen. Er is gekeken naar zo min mogelijk bomen kappen bij het slepen van jouw houtblokken, dus de sleepwegen, en kappen volgens een kapplan. Dus deze mitigerende maatregelen zijn getroffen in de houtconcessiegebieden. En dit heeft geleverd tot de Red Plus Result Units van ongeveer 18 miljoen credits. En niet lang geleden heb ik bekendgemaakt dat wij ITMO's hebben gelaunched. De ITMO's zijn ITMO's van mitigatiemaatregelen van het jaar 2021. Omdat die een levensduur hebben van 30 jaar. Zodat landen die dat willen gebruiken tegen 2050 hun status, hun carbonstatus kunnen neutraliseren. Wat we ook hebben zijn dus de resultaten van daarvoor. En dat zijn 10 miljoen credits. En die zijn dus niet gemarkeerd als ITMO's, maar gewoon als Red Plus Result Units. Minister Dassai geeft verder aan dat Suriname in 2025 80 miljoen Amerikaanse dollar zal ontvangen voor 10 miljoen carbon credits. Dit resultaat is bereikt na onderhandelingen met het Green Climate Fund, GCF, als onderdeel van het streven naar duurzamer bosbeheer en het behoud van het nationale carbonsink. En dat is dus een mooie mijlpaal waarbij we kunnen zeggen dat we dat geld kunnen krijgen in 2025. Het komt door de carbon credits die we hebben kunnen krijgen, verkrijgen uit de mitigatieactiviteiten. In de houtsector. Verder hebben we natuurlijk ook wat andere mooie deals kunnen sluiten. We hebben bijvoorbeeld ook quick climate finance kunnen krijgen tot bedragen van 100.000 US. En dat is dus, dat wordt betaald. Dat zijn quick impact grants. Up to USD 100.000 to frontline communities. Dus we hebben gedeeld met de verschillende financiërs. We hebben ze laten zien via beelden hoe de inheemse en de tribale volkeren te maken hebben met droogte. Minister Dassai benadrukt dat landbouwactiviteiten zoals field crops te maken hebben met de effecten van klimaatverandering. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft Suriname financiële ondersteuning ontvangen.